Ja, daar staat hij. Een ingepakte Geert Janssens. De knie ingepakt, wat schaafwonden en een dikke heup, elleboog geraakt. Maar gelukkig voor de rest nog helemaal heel. Klopt toch, hè, Geert? Ja, nog. Nee, het had erger kunnen zijn. Redelijk hard op mijn gezicht gegaan na de afdaling naar Hawi. Ik denk dat ik. Ik was redelijk snel aan het rijden, 50, 60 km per uur. Ik denk dat ik met mijn voeding bezig was. Ik had mijn lichtstuur niet zo goed vast op die moment, denk ik. En opeens ging mijn stuur een andere richting uit. En ben ik over mijn stuur gevlogen en kennis gemaakt met de Hawaïaanse asfalt. Dat is niet iets wat iedereen kan zeggen, maar dat had je best, denk ik, willen vermijden, want je lag in een superpositie. Hè? Ja, op die moment, ik denk, ik had aan het keerpunt geteld, dat ik rond de 13e, 14e positie van de agegroepers overal, ik weet niet hoeveel van mijn leeftijdscategorieën er toen voor mij waren, maar ik had een heel goed gevoel, want ik merkte dat op de klim naar Hawi, dat er bij veel al wat verval op zat en ik kon tempo houden. Na het keerpunt is nog tijd genomen om mijn special needs aan te nemen. En dan die afdaling, helemaal op het einde van die afdaling, dan is mijn valpartij. Ja, dan natuurlijk, dan probeer nog snel op je fiets te springen, je fiets opnieuw even te controleren, verder te fietsen. Want dat was rap duidelijk dat dat eigenlijk onbegonnen werk was. Ik kon geen kracht produceren met mijn linkerbeen. En ik kon ook niet meer liggen op mijn elleboog, want die was helemaal gezwollen en bebloed. En dan was het eigenlijk nog binnenfietsen rechtop tegen 25 km per uur. En ik had ooit nog ergens gedacht van ik ga proberen nog de finish nog uit te lopen, maar dat was absoluut niet meer mogelijk. En dat had eigenlijk medisch ook niet echt verantwoord had geweest. Ja, want je bent nog wel de wissel binnengereden. Ik zag hier een verontruste papa, Marie-Alijn, die ook heel ongeduldig op jou stond te wachten. Maar die zei ook al tegen mij van ons moet je niet meer gaan lopen. Nee, ze had ook teken gedaan. En ik was dan van de fiets gesprongen, ik heb nog gewisseld. Maar dat was eigenlijk manken in de wisselzone en ik wist ook, daar loopt je geen marathon mee. En als je het dan wel doet, dan is het misschien volgend seizoen al sowieso gehypothekeerd. En dat was ook zeker de bedoeling niet. Ik heb nog gewisseld, ik heb nog mijn schoenen kunnen nemen en dan ben ik de wedstrijd kunnen uitstappen met schoenen aan. Dus dat was nog handig op die moment. Die heup, die elleboog, het ziet er allemaal wat zwaar uit, maar het lijkt mee te vallen. Hoe lang denk je buiten strijd te zijn? Die elleboog en die knie, dat zijn schaafwonden, dus dat is nu pijnlijk. Ook spijtig omdat ik dan niet in de zee kan gaan. Ik had graag nog gaan surfen nu een week. Die heup, dat is sterk gezwollen, er zit wat vocht in. Ik ga dat een beetje moeten afwachten hoe lang ik daarin mee ga oud zijn. Het is einde seizoen, einde triathlonseizoen, maar het biermaatseizoen staat volop aan de start. Dus ik ga moeten kijken of ik binnen een paar weken terug al deftig gaan lopen. Ik hoop natuurlijk mijn jaarlijkse podium van de biermaal te kunnen verdedigen, maar we zullen wel zien. Ik kan er wel alles aan doen om aan de start te geraken. Ik hoop dat zal lukken. We hopen met je mee dat je daar staat. Gaat overigens goed, hè, de biermaal. Al bijna 30 inschrijvingen, 9 vrouwen al ingeschreven en 5 met bier. Ja, het zijn veel inschrijvende vrouwen. Dat is heel positief. Ik denk dat er meer en meer ook vraag is van de vrouwen uit om mee te doen. Ik denk dat een drempel ook wat minder hoog ligt dan vroeger. We benadrukken ook altijd dat het een ludiek evenement is en dat de competitie is één onderdeel vooral, maar het ludieke staat nog altijd voorop. Het gaat eigenlijk een topeditie worden, dat voelen we nu al. En we willen nog altijd de mensen oproepen voor die als ze willen meedoen om zich nu in te schrijven, want we hebben een beperkt aantal plaatsen en de inschrijving gaat ineens heel vlot, dus dat kan zijn dat je er anders niet bij bent. Laten we wel hopen dat Geert Janssens erbij is. En dat je er mogelijk volgend jaar terug bij bent. Want ik zag al mensen zeggen van je bent nu gevallen, dus heb je ideale reden om volgend jaar hier revanche te komen nemen. Ja, revanche is er wel. Die zit wel in mijn hoofd. Volgend jaar weet ik nog niet. Ik heb misschien nog wat andere sportieve doelen op het programma. Maar ik kom zeker nog een keer terug hier om een keer te kunnen strijden voor een mooie plaats bij de agegroepers. Oké. Heel veel beterschap, Geert Janssens, en we zien elkaar op 10 november als het met al die blessures een beetje meevalt. Oké, perfect. Tot dan.